Goedemiddag. U wel lekker hier gaan zitten, hè? Ja, het bankje staat ervoor, hè? Ja, ja. En is lekker droog, hè? Ja, gelukkig wel. Een mooie herfst, hè? Ja. Als het zou regenen, zou het nog droger zijn hier, hè? Ja, dat weet ik ook. Ja, ja, ja. En het regent nog ineens? Nee, gelukkig niet. Nee, dus droger dan hier kan je niet zitten, hè? Nee. Ik zou toch maar uitkijken dat je niet nat wordt. Hoe bedoelt u? Ja, dat weet je best. Dat je in je lagere regionen, dat je nat wordt in je lagere regionen. Ja. Nee. Waar blijft de bus, hè? Oh, u wacht op de bus? Ja, bus 3. Vindt u helemaal niet erg, hè? Wat vind ik niet erg? Dat de bus er nog niet is. Hè? Al kwam de bus nooit, hè? Want er valt hier genoeg te zien. Ja. Moet je eens opzij kijken. Kijk eens opzij. Kijk. Oh ja. Was me nog niet zo opgevallen. Oh, nee? Oh. Ja, de reclame wordt steeds explicieter, hè? Explicieter, ja. Explicieter, ja. Maar dit is een gewone busterzaal, hoor. Ja. Dit is geen poezebra, hè? Ach. In de halte daar verderop, daar hangt een mevrouw met een poezebra. Je weet toch wel wat het is, een poezebra? Daar kan ik me wel een voorstelling van maken, hoor. Ja. Onderin de bustershouder zit er zo'n ijzeren bodem. Dat ze de busters van de mevrouw zo omhoog gaan, hè? Ja. Dat je er zo eigenlijk, als je ervoor staat, dat je zo er van onderaf zo tegenaan kijkt, hè? Als een balkonnetje. Als een balkonnetje. Dat is een poezebra, maar dit is geen poezebra. Want kijk, de mevrouw moet zelf poezep doen met de busters, hè? Ja, dus het is gewoon de busters houden. Zielig, hè, voor de mevrouw. Kijk, ja, zielig, het he? Valt soms niet moet mee. Ze, moet ze zelf doen, nee. Ja. Jij hoeft helemaal niet met de bus, hè? Hoe bedoelt u? Nee, je zit gewoon hier tegen die mevrouw aan te kijken, hè? Want je hoeft helemaal niet met de bus. Dacht je dat die mevrouw dat leuk vindt? He? Denk je dat die mevrouw dat leuk vindt om zo bekeken te worden? Je hebt toch geen bustershouder nodig? Laat die mevrouw dan met rust. Dat is die mevrouw wat te beroep, hoor. Daar kunnen die mevrouw niks aan doen. Zou jij het leuk vinden als je de hele dag in je blote onderbroek moest hangen? Nee. Je zou maar uitkijken van die kerel, van je bekleding, want hij staat op springen. Glijpen! Smeerpijn, viezerik! Zo, ik heb hem weggejaagd. Hé, zijn we helemaal alleen met z'n tweeën op de wereld. Dag, schattenboutje. Dag, schattenboutje. Dag. Tarenpalen. Nou, vind jij die mooi, die oude lantaarnpalen? Nou, als het een goede kopie is van een mooi origineel, dan zeg ik. Ja, goede kopineel. Ja, nee, maar ze zijn zo pokdalig. Ik kan niet lekker glijden in die oude lantaarnpalen. Glijden? Ja, dat weet je toch wel. Heb je het erover gedaan als jongen?